sinds vandaag zijn voor bij Marjan van der Weijden. Morgen voor in de tuin zitten. En we hebben hier een gast bij ons, Marit Mulders. Welkom in ons programma. Ik heb begrepen dat ik een organisatie aanstuurs, leidt, wie men het ook noemen wil, die werkzaamheden in Nepal deed. Ja, dat klopt. Dat is de geef van Nederland doet? Een gedeelte geeft van Nederland uit en een ander gedeelte wordt in Nepal zelf georganiseerd. Wie goed kent ze dat beïnvloeden van Nederland doet? Met de tegenwoordige communicatiemiddelen geeft dat vrij goed. Nepal heeft dekkend internetservice en is wel niet altijd reliable, zoals we dat zeggen, maar toch voldoende om om alles wat ik moet organiseren, te organiseren van hieruit. Ja. Dan geest ik ook een paar keer per jaar daarheen naar Nepal. En hoever natuurlijk nieuwsgierig geen zond is, niet alleen wat deed zich daar in Nepal, maar in de eerste plaats, wie is de situatie eigenlijk in Nepal? Men huurt van alles erover, als we de vrouwen in Nepal bijvoorbeeld hebben. Wat kan zich ons daarover vertellen? Nou, de situatie voor regeringstechnisch is nog steeds labiel. Ze hebben weliswaar nu een regering, maar nog steeds geen grondwet. Dat is al 3 jaar zo. Eigenlijk is er geen dreiging meer van de Maoïsten, alhoewel ze in de regering zitten. Maar het betekent wel dat het land economisch niet vooruit kan. Voor het minste of het geringste zijn er stakingen. Dat betekent dat er geen toegang is tot zowel de stad als andere zaken. En dat hult de economie erg tegen. Vrouwen in Nepal zijn nog altijd de zwakke partij. Ook al zijn ze op dit moment gemondiger in de steden, in de achteraf gebieden is het nog steeds een ramp. Nepal, never ending peace and love. Zeggen ze dan, is dat de afkorting van, maar als ik dan luister naar een verhaal over vrouwen in Nepal, dan is dat toch nog minder dan wat ver hier dan, ja, scherzend wel eens noemen, het zwakke geslacht. Dat is dan daar eigenlijk heel zwak. Ja, het is het zwakke geslacht in die zin dat ze minder rechten en hebben dan de mannen en heel wat meer plichten. Lachend zeggen veel wel altijd van de mannen zitten op hun gat en de vrouwen doen het werk. Daar krijgen ze niet zo heel veel voor terug. Ik praat nu wel over de gebieden Boete, Kathmandu en Pokhara, de grote steden. En de vrouwen moeten over het algemeen heel erg werken en hebben heel weinig rechten. Maar in het kader van de vrouwen, als we het daarover hebben, hè, wat voor werk is dicht aan in deze zin? Ja, we hebben onze stichting voorziet in een heel groot project, Women Health Care. Dat betekent dat de gezondheidszorg van vrouwen, de medische vrouwenzorg, dat die onder ons gebied valt. Oh. En welke zorg moet ik dan bijvoorbeeld aan denken? Nou, dan moest je dus denken aan alles wat met vrouw zijn te maken heeft. 1 op de 3 vrouwen in Nepal heeft een vrouwenprobleem of een verzakking of incontinent of ja, maar dat is toch wel dan een groot probleem. Als ik dat vergelijk met de problemen die sommige vrouwen in Nederland hebben, dan hebben we er toch hier bijna geen problemen meer. We hebben dat probleem ook, maar bij ons is dat behandelbaar en bij ons wordt het ook heel vroeg stadium behandeld. En de vrouwen in Nepal, die worden vaak niet behandeld, omdat het geen dodelijke ziekte is. En eigenlijk wordt natuurlijk geen geld besteed aan iets voor ze niet dood aan geest in Nepal. Oh, dat is een keuze die een land maakt? Nee, dat is een keuze die vaak de mannen maken. Oh. Dus de vrouw is er om kindjes te krijgen en als die kindjes eruit zijn en je houdt daar een probleem aan over, dan is er geen geld beschikbaar of middelen om dat probleem op te lossen. Is er ook nog verschil tussen, als je dan over mannen hebt die wat dat bepalen, hè? Is er nog een verschil tussen of die vrouw een zoon of een dochter baart? Ja, dat is toch wel een beetje een verschil. Het is zo dat bij hun godsdienst het eigenlijk noodzakelijk is om minimaal 2 zonen te hebben.
die zich dan ten grave moeten gaan dragen als ze overlijdt. Zonen zijn natuurlijk veel beter gewenst. Het is zelfs zo dat als de vrouw geen zoon kan baren, dan mag de man haar scheiden zonder haar te vragen. En een tweede vrouw nemen, dat is toegestaan. En de maatschappelijke uitsluiting als een vrouwelijk probleem is natuurlijk enorm. Ja. Dan is het eigenlijk een wereld die door mannen geregeerd wordt. Vanaf de geboorte eigenlijk hebben de mannen het voor het zeggen. Ja, nog steeds. Ja. Nog steeds. Ze zei net dat ze minimaal 2 zonen krijgen. Als het dat niet lukt, is vrouw, behalve dat de man dan een andere vrouw kan kiezen en dan verder kan met jou om daar aan een zoon te komen. Ja, ja. Wat heeft die vrouw, wat blijft die vrouw dan voor een keuze over? Die heeft geen keuze. Heeft die echtscheiding? Als ze wordt verstoten door de man, niet als tweede vrouw wil dienen, dan heeft ze geen keuze, dan gaat ze in armoede ten onder. Ja. De vrouwen zien ook vaker daar, op het land werken. Ja. Dat is een hele normale werkzaamheid voor de vrouwen daar. We hebben het net over bevallen gehad. De combinatie daarvan, bevallen en weer op het land werken. Hier kennen we weer zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof, allerhande voorzieningen. Wie gaat dat dan? Nou, zwangerschapsverlof hebben ze sowieso niet. Het is vaak zo dat de vrouwen een kind krijgen en eigenlijk 2 of 3 uur later alweer op het land werken. Wacht even, 2 of 3 uur later? 2 of 3 uur later, ja. Dus dat is even uitpoepen en, En weer vertrekken. Weer vertrekken het land op. Ja, ja. Maar wie regelt dat dan bij die bevalling? Vaak wordt de bevalling geregeld door familie. Dus moeders of schoonmoeders of zussen. Pre- en postnatale zorg is een onderdeel van ons project, maar is heel weinig aanwezig nog in het verre achterland. Daar weten ze ook niks van. Het is nog steeds zo dat 1 keer in het half uur een Nepalese vrouw sterft in het kraafbed. Het is nog steeds zo dat 2 van de 5 kinderen onder de 3 jaar sterft. En het is nog steeds zo dat bevallingen van 7 maanden niet eens worden meegeteld als zijnde bevallen. Oh, dus die babytjes die verdwijnen? Ja, die worden begraven en ze werken gewoon door. Oh. Ja. Is er ook een soort, wie moet ik je vragen, welk geloof hebben ze? Is het hindoeïsme, boeddhisme? Ja, hindoeïsme, boeddhisme, een hele kleine kern van christenen, maar tot voor 20 jaar wordt dat dan strafbaar. En dat hindoeïsme en boeddhisme, dat lopen een klein beetje in elkaar over. Ze vieren elkaars feestdagen, dat is allemaal een klein beetje zo, dat gaat wel goed. Dan mogen de vrouwen ook bij zijn bij de feestdagen vieren? Ja, dan mogen de vrouwen wel bij zijn, maar er is ook nog sprake van verschillende kastes. En het spreekt natuurlijk vanzelf dat de lagere kast, daar spreekt het vanzelf, dat de lagere kastes nog niet dezelfde rechten hebben als de hogere kastes. We hebben ook genoeg over de ellende van de vrouwen gehad. Helaas is dat toch altijd een wereldonderwerp dan. Waar van hieruit, denk ik, misschien weinig aan gedaan kan worden. Maar de stichting, de stichting voor inzet, wat voor activiteiten ontwikkelen die om die situatie van de vrouw te kunnen veranderen? Nou, wat we op dit moment doen is gedaan hebben in de afgelopen jaren, is een project opgezet waarbij vrouwen gratis onderzoek krijgen van hun vrouwelijkheid. Naar aanleiding van deze onderzoeksresultaten krijgen ze of medicijnen of een verwijzing, als noodzakelijk is, eventueel een gratis operatie. Maar al deze vrouwen, en dat is een heel belangrijk iets, krijgen voorlichting over wie het met hun steekt en wat ze zelf kunnen doen om te voorkomen dat ze deze aandoening krijgen en als ze hem hebben, waar ze zich toe moeten wenden, et cetera, et cetera. Is er ook een stuk voorlichting over wie ze niet in verwachting kunnen raken? Ja, het is wel zo dat de overheid sinds een paar jaar alle voorboedsmiddelen gratis verstrekt. Alleen moesten die kennis brengen in het achterland, omdat die vrouwen niet weten dat het besteedt.
Maar als ze het weten, kunnen ze zich melden bij ons ziekenhuis en krijgen ze zowel de pil als condooms gratis ter beschikking. De vrouw is er helemaal achtergesteld, dus ik kan me voorstellen, dat een ziekenhuis van de stichting van u, wie komen die dames daarheen? Nou, als we een kamp hebben, dan wordt het op de radio verteld. Er worden pamfletjes gemaakt, die geven we aan de kinderen op school. Als de vrouwen nog niet kunnen lezen en schrijven, dan lezen de kinderen de pamfletjes voor. En onze ervaring is dat als één vrouw het wet en het hulp gekregen, dan wordt het met de tamtam doorverteld. Soms wordt het ook letterlijk met de tamtam in de dorpen gebracht. We hebben een meneer met een trompet en die vertelt dan dat er een kamp is. En dan komen alle dames van het dorp daarop aangerennen? Meer dan dat, ja. Het is zo dat voor bij de laatste twee kampen de vrouwen bijna letterlijk van de deur hebben moeten afsloten. 500, 600 vrouwen op één week tijd was geen uitzondering meer. Wat kan je ze dan vertellen? Wat ik ze vertel en wat mijn team ze vertelt is wat ze kunnen doen. Ze worden onderzocht, ze krijgen noodzakelijk medicijnen, eventueel een ring. Maar wat ze ook krijgen is een voorlichtingscursus over hygiëne. Over dat ze rust moest nemen voeren na de bevalling. Wanneer ze naar een ziekenhuis moest gaan, bij welke symptomen, etcetera, etcetera. Dus dan maakt ze de vrouwen eigenlijk een stuk mondiger? Ja. Zodat ze in ieder geval weten als ze bepaalde gevoelens, laat ik het zo even uitdrukken, hebben, waar ze zich dan kunnen melden. Ja. En dan komt een vrouw dan in het ziekenhuis naar binnen en zegt, ja, ik geloof, het is zoiets. En dan? Heb je specialisten daar die dat kunnen opvangen? Ja, we hebben 4 jaar lang een kamp gegeven met Nederlandse specialisten. Op dit moment hebben we 2 vaste gynaecologische artsen in dienst. En als er een screeningkamp is, gaat die gynaecologische arts met. En we hebben een speciale verpleegkundige opgeleid in deze screeningstechnieken. Dus ja. Eigenlijk hebben ze qua verplegend personeel en medische ondersteuning, is er alles aanwezig? Ja, alleen nog niet overal. Mijn team is er, maar eigenlijk zouden er meerdere teams zijn, moeten zijn die hetzelfde kunnen doen. Op meerdere plekken? Ja, natuurlijk. Nu is het zo dat een aanvraag van een screeningkamp bij ons wordt gedaan en 4 reizen er naartoe. Ideale situatie zou zijn dat gewoon in heel Nepal, in ieder ziekenhuis, een dergelijk team zou zitten die dat kan, maar dat is een toekomstdroom. Ja. Maar om mensen een idee te geven van, als we Nepal zijn op de kaart van Azië, dan is dat maar zo klein. In verhouding met Nederland, wie groot is Nepal? 4 keer Nederland. 4 keer zo groot is Nederland. Maar een groot gedeelte van het land is onbereikbaar door de structuur van de Himalaya. Dus ze moesten te voet naartoe en ze moesten te voet terug. Dat is in feite van één bergdorpje naar het andere, als het dus niet over Kathmandu hebt. Ja, Kathmandu is alles verkrijgbaar en Kathmandu is alles bereikbaar. Zij het alleen voor de rijkeren. Maar net verder boete is het eigenlijk al een probleem. Maar dan zou ik zeggen, trekt allemaal naar Kathmandu? Of? Dat zouden ze ook allemaal wel willen, maar de meeste mensen zijn afhankelijk van het kleine stukje land dat ze hebben om te kunnen eten. Het inkomen in Nepal is nog steeds een van de 5 armste landen van de wereld, dus onder $3 per dag. Dus dat geeft niet. Hè. Nee. Dat geeft niet. Marit, mag ik zich hartstikke bedanken voor deze uitleg over het land Nepal, over wie er dan met mensen, mag ik het zo even zeggen, wordt omgegangen. De naam van de stichting, hoe stichtig voor inzet, die wil ik hier in de ondertiteling erbij zetten op de website. Kunnen ze alles lezen? Kunnen ze alles lezen en kunnen ze als mensen verder nog vragen hebben over dit soort toestanden en niet kunnen begrijpen dat die in de hedendaagse wereld nog bestaan, dan ga ik ervan uit dat ze zich op de website Geert tot dicht kunnen wenden en dat ik verdere uitleg wil geven. Rit, hartstikke bedankt. Dankjewel.
gewoon dat wat we hebben, gewoon weer in ere herstellen. En wel zoeken dat het coulisse-effect, de doorkiek, het transparante behouden blijft. En dat als de oude boom omgaan vallen, de jonge boom de plaats kunnen innemen. Wie dat in de maatschappij ook geeft. De IJzerplantage is een prachtige haag van Italiaanse populieren bovenop het plateau tussen IJs en Wittem. Het wordt ook wel de Toscane van Zuid-Limburg genoemd en is een van de groene hotspots. Deze levende aanzichtkaart wordt in 2009 bino omgezeegd, omdat het uitheemse buim betrof. Een paar jaar geleden maakte ik een reportage over deze bekende buim en ontdekte dat ze worden aangeplant in opdracht van de zanger en fruitteler Tom Brandt. Die had ik met gezaad nog en dat was ook niet gemerkelijk toe. Want langs de Kaasterdoep wordt oerheil. Dat wordt van overdag gebied vrij ook verder te krijgen. Dus voor een bumke te zetten. En dat waren grote strekken daar. Die rechte grens van het bedrijf. Die worden gans toegezet door aan de kant. Dus achter het monument en zo op de kaars gedaan. Daar wordt toegezet van het bedrijf. En dat bedrijf, ja, dat wordt toch 27 hectare. Met de hoesbouwen halen, die ruimte er min erbij. Daar wordt die ganse streek, er zit er nu veel van voeten verhaal. Maar toen wordt het alle 100 meter, zullen we zeggen, hoe dingen gezet. En wie lang is dat geleden? Ik 50 jaar zeker, maar ik had het op 55 jaar zelfs. Want ik ben al 40 jaar weg daar. En ik weet dat ze groot worden. Voor de voeten, dus dat kan net op 2 jaar zo het gebeuren. En omdat de plaats met de populieren ook wel Klein Toscane genoemd wordt, sprak ik destijds met de kunstenaar Jo Havenet uit Elkro. Zij zie hartverpandheid aan de echte Toscane. Piccolo Toscaan op de IJzerling, kan ze zeggen. Die populiere vorm en ritme is ook belangrijk. Die rechtstaande vormen, die natuurlijk in Toscane plenty voorkomen, die versterken dat karakter en leggen de directe relatie met Toscane. Voor iemand die in Toscane kent natuurlijk. Het is begonnen met een verontrust telefoontje van een inwoner. Die had namelijk te huren gekregen dat ze gekapt zou werden. Hier die populieren. Nou ja, daar schrok ik een beetje van. Ik ben er direct achteraan gegaan. Want dat zou in het kader van Mergeland Oost gebeuren. Wie is toch contact hou. Toen heb ik me dat nagezocht. En ik kwam eigenlijk al heel snel tot de conclusie. Ja, daar stond ergens op papier of het gestangen. Dat die gekapt zou worden. Mijn onderhand kreeg toch wel het bericht, en daar word je wel een beetje blij mee, dat het wel eens een keer erin had gestaan, maar wie de bestuurders eigenlijk in de gaten konden dat ergens op papier stond, hebben die het ook weer geschrapt. Dus de noodklok was geluid, maar het was niet direct noodzakelijk. We hebben net een tour achter de rug in Australië. En ik dacht, ja, wat zou toch leuk zijn als de planting, hè, als het ware, van vandaag toch begeleid werd door een stukje muziek. Dus ik heb een jodler gecomponeerd. En de Hitched, dus de Hitched, de IJzerplantage. En hem gewoon dadelijk met mijn collega gewoon hem terug horen brengen. Dus we hebben een wereldpremière vandaag. Ja.
Dat heeft voor mij teweeg gebracht dat ik ben gaan informeren van waar kan ik een klacht indienen, waar kan ik mijn mening kwijt. Daarna heb ik de oud-wethouder Ruud Verhoeven ontmoet op de Wienfeesten in Waalwielen, waar we allemaal natuurlijk komen. En ik heb gezegd, Ruud, wat kunnen we door en doen? En daarop heeft Ruud gezegd, laat mij maar eens even op de achtergrond aan wat tuiken trekken. En hij heeft dus blijkbaar aan de tuiken van meneer Boormans getrokken. Want die kwam en hij zei van, wij als gemeente gewoon dit monument redden. We gaan de grond kopen. En dat heeft de gemeente gedaan. Jammer genoeg hebben ze maar een te klein stuk gekocht. En zijn ze vergeten de twee stukken links en rechts van het perceel aan achterbij te kopen. Want die hadden we ook geer mee bepland. Datgene wat achter me staat, dat is van de gemeente, want aan de kant staat die buim. Die is nog particuliere eigenaar. Nou, we kunnen kijken of we dat misschien nog kunnen verwerven. En daardoor is het, ja, het zekerstellen van de bomen, is daardoor meer gegarandeerd als dat ze in andermans eigendom zijn. Of zo, ik kan me niet voorstellen dat de eigenaar van die bomen, dat hij nu zegt van ik kon die toch kappen. Dat geloof ik niet. De ijzerplantage is van Wiet te zien. Maar als je de buim van hier kort bij bekijkt, dan zie je het anders schoen, namelijk de korstmossen die op de stam groeien. Kijk, ze hebben het nu voor participatiemaatschappij. Nou, hier zijn ze vooral mee begonnen. Die mensen hebben dat al opgepakt, een jaar geleden. En vullen dat nu in. En die zijn niet omgeschoold. De ambtenaren zijn niet omgeschoold. Ik ben niet omgeschoold. En het functioneert ook. Dat is het overblijfsel van de boom die in de 50 jaren, tussen 50 en 60, vorige eeuw zijn die geplant worden als windschutting. Ja, dat zijn nog de enige wat overgebleven zijn. Ik denk dat ze maar hier lang nog kunnen blijven staan. Alleen ja, dat is wat er zegt. Ze kunnen dus overknappen, omwijden. Die plant ik niet meer. Dan werd het els of haagbeuk of beuk, maar geen populair. Die gaan te hoog, die nemen te veel schaduw in. Ja. Vier jaar geleden heb ik mijn eerste stappen gezet in de landschapfotografie. En ik ben eigenlijk altijd begonnen, altijd bezig geweest bij die bomen. Rond de bomen, voor de bomen, achter de bomen. Maakt niet uit. Ik heb me altijd aangetrokken. Vorig jaar heb ik een workshop gegeven onder andere en er is Max Munnig heeft daaraan meegedaan. Nou, zo kom je aan het praten en van het een komt het ander. Dus toen ik dit initiatief hoorde, moest ik daar gewoon aan meedoen. Nou, ik vond het heel chic om een bijdrage te leveren aan het mooie landschap hier. En ik vind gewoon, het zijn zo mooie bomen. Je moet er gewoon blijven. Een landschap is altijd in beweging. Dus vorig jaar zag het er anders uit dan dit jaar. En vanaf nu gaat het er anders uitzien dan vorig jaar. Dat is alleen maar het mooie van het landschap, vind ik. Maurice, dit is jouw groene hotspot geworden. Ja. Wat vind je ervan? Ik vind het prachtig. Ja? Ja. Goeie locatie? Vind het een prima locatie. Mooie foto. Prachtig uitzicht. Kan niet beter.
En jouw idee daarachter en jouw gevoel daarachter komt hier ook uit als ik hier naar voren kijk? Ja, absoluut. Ja? Absoluut. Ja. Mooi, dan wil ik je nog een pdfje of een A3'tje van het bord. En dan zou ik zeggen, geniet ervan. Dat gaan we echt doen. Dan krijg ik er meer afbreken. Mooi, alsjeblieft. Dankjewel. Per ongeluk hebben we het gisteren al bekeken en het is een van de hotspots die ze gemarkeerd hebben in het Limburgse landschap. Bent u het er mee eens dat dit een hotspot is, mevrouw? Ja, ja, zeker. Gewoon dit uitzicht is een heel speciaal. Dus het is terecht volgens u? Ja, ja, zeker. Ja. Erg mooie omgeving. Dank u wel.